His father didn't really want him in the house, but he said, well, you're my son, I'm a priest, I can't really say no, but you're not painting in the house. Amerikanen, Aziaten en Duitsers. De inwoners van Nuenen kijken er inmiddels niet meer van op. Bijna dagelijks komen er bussen met buitenlandse toeristen bij het Van Santeren Museum. Ze hebben de lange reis ondernomen om meer te weten te komen over Vincent van Gogh, die ruim een eeuw geleden woonde en werkte in Nuenen. In april hadden we zelfs meer dan 50% van de bezoekers uit het buitenland, dus dat is echt geweldig. En wat zijn de reacties achteraf? Eigenlijk alleen maar positief. Men vindt het helemaal geweldig, maar niet alleen Van Gogh, maar ook gewoon die monumenten. Hè. Zijn woonhuis, zo'n oud gebouw, kerk, watermolen, maar ook de sfeer van zo'n dorp. Dat dorp, zijn karakter. Ze komen vaak uit Amsterdam, maar dan komen ze hier in zo'n dorp met oude gebouwen en ze zeggen die sfeer van Brabant, ja, dat vinden ze helemaal geweldig. Dus het is echt een mix van al die zaken. 130 years ago, what is now a world famous artist came to live for 2 years. He was. I'm interested in Van Gogh. I like the impressionisms. I enjoyed the Rijksmuseum, but that's more my husband's, you know, stuff. I like the modern stuff. I've never known all this stuff about him, so it's neat to come here and see all the different works that he's done and learn about his family and stuff. I found it was excellent. Because I do a bit of painting myself, I appreciate it. I've read books about Van Gogh, and it was inspiring. Niet alleen het Van Santeren is blij met de buitenlandse interesse, ook de ondernemers uit Nuenen profiteren ervan. Ja, daar hebben we wel voordeel. Maar ik denk dat ik daar niet als enigste. Ik denk dat bijna alle ondernemers hier op de berg zitten en denk dat we daar wel voordeel van krijgen. Ja, het leeft toch een beetje, hè? Snap je? Van, je zit hier net buiten het centrum eigenlijk. En met het Van Gogh-jaar is het toch van, ja, er gaat hier aan deze kant ook een beetje leven. De toeristen zijn nog het hele seizoen welkom in Nuenen. Van dinsdag tot en met zondag is het museum open. Ook gewoon voor de Brabanders natuurlijk.